Welkom bij het Neonataal Centrum Rotterdam. Dit is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen neonatologie van het Erasmus MC Sophia, Sint-Franciscus Gasthuis en Maastad Ziekenhuis. Het doel van deze samenwerking is om de kwaliteit van zorg aan pasgeborenen in deze Rotterdamse ziekenhuizen verder te optimaliseren en op elkaar te laten aansluiten. De start die je als ouders van een te vroeg of ernstig ziek geboren kind maakt, is heel anders dan u zich had voorgesteld. Er is geen sprake van een roze wolk. U bevindt zich plotseling in een onbekende omgeving op de intensive care neonatologie in een onzekere situatie. De drie ziekenhuizen hebben hetzelfde doel. Met elkaar zorgen voor de beste zorg voor uw kind. Het Erasmus MC Sophia is gespecialiseerd in de intensive care zorg. De andere ziekenhuizen bieden post-intensive care, high care en medium care zorg. Om de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen, worden pasgeborenen, indien hun conditie het toelaat, overgeplaatst van het Erasmus MC Sophia naar het Sint-Franciscus Gasthuis of het Maastad Ziekenhuis. Door intensieve samenwerking realiseren wij optimale zorg en overdracht voor uw kind. Dit doen wij door onder andere dezelfde materialen en afspraken te maken over de verschillende werkwijzen en protocollen. Zo wordt alle beschikbare kennis en expertise optimaal benut binnen de drie verschillende ziekenhuizen. Op de IC-neonatologie van het Erasmus MC wordt zorg verleend aan kinderen die zijn geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken en aan pasgeborenen die tijdens of na de geboorte problemen hebben gekregen. Voor de behandeling en bewaking van deze kinderen is medische apparatuur nodig. Welke apparatuur precies nodig is, is mede afhankelijk van de conditie en aandoening van het kind. In het Sophia werken de afdelingen verloskunde en neonatologie nauw samen in de zorg voor moeder en kind. Op de afdeling Intensive Care High Care, oftewel ICHC, van het Maastad Ziekenhuis en het Sint-Franciscus Gasthuis wordt zorg verleend aan pasgeborenen die extra zorg en bewaking nodig hebben, maar geen intensive care zorg meer. De meeste kinderen liggen in een couveuse en hebben ondersteuning van de ademhaling nodig. Ook op deze afdeling hangt het van de conditie van uw kind af welke apparatuur het beste is. De zorg willen we zoveel mogelijk afstemmen op de individuele behoeften van uw kind. Als ouders willen we u daarbij betrekken. Als de medische situatie het toelaat, willen we u vragen te builen met uw kind. Huid op huid contact, zodat het kind uw lichaamswarmte voelt, uw geur ruikt en uw hartslag hoort. Als ouders bent u tenslotte de belangrijkste personen in het leven van uw kind. Als uw kind de intensieve zorg van de IC-neonatologie niet meer nodig heeft, kan hij of zij overgeplaatst worden naar de afdeling post-ICHC van het Sint-Franciscus Gasthuis of Maastad Ziekenhuis. De overplaatsing betekent een eerste stap onderweg naar huis. Ik ben de CPAP, weegt 1250 gram. De neonatoloog overlegt waar en wanneer er plek is. De precieze datum en tijd van de overplaatsing zijn helaas niet dagen van tevoren vast te stellen, waardoor het voor uw gevoel heel snel en onverwacht kan zijn. Als bekend is naar welk ziekenhuis uw kind wordt overgeplaatst, bent u van harte welkom om alvast op de nieuwe afdeling een kijkje te gaan nemen. De verpleegkundige kan u helpen met het maken van een afspraak. Als er een plek is, wordt het verloop van de opname en de huidige conditie van uw kind telefonisch doorgegeven aan het andere ziekenhuis. Als alle voorbereidende handelingen zijn gedaan, wordt uw kind in een transportcouveuse per ambulance overgeplaatst. Afhankelijk van de conditie van uw kind gaat er wel of niet een arts of verpleegkundig specialist mee. Soms kan een van de ouders mee met de ambulance. U kunt ook op eigen gelegenheid naar het andere ziekenhuis gaan. Als u zelf niet bij de overplaatsing aanwezig kunt zijn, bellen wij u op het moment dat uw kind naar de andere afdeling vertrekt. De afdeling post-ICHC, waar u en uw kind van harte welkom zijn, bereiden zich voor op de komst van uw kind. Uw kind is in goede handen op de afdeling post-ICHC en wordt in een warmgemaakte couveuse of warmtebed gelegd. Bij de overplaatsing wordt relevante informatie overgedragen, zoals een samenvatting van uitgevoerde onderzoeken, beademingsondersteuning,
voeding en de zorg die u als ouder aan uw kind geeft. Als ouders kunt u ook zelf een overdracht voor het andere ziekenhuis schrijven op een speciaal formulier dat u van de verpleegkundige van de ICN krijgt. Het behandelplan dat in het Erasmus MC Sophia voor uw kind is opgesteld, wordt op deze wijze ook in het Maastad ziekenhuis of Sint-Franciscus gasthuis voortgezet. Ook al is de conditie van uw kind goed genoeg om overgeplaatst te worden, het transport kan effect hebben op zijn of haar conditie. Deze kan na de overplaatsing even minder zijn. En uw kind kan tijdelijk meer ademhalingsondersteuning nodig hebben. Vijf weken oud met 26 weken volledig enterale voeding. In het Erasmus MC Sophia gebruiken artsen en verpleegkundigen soms andere materialen dan in de andere ziekenhuizen. Als uw kind is overgeplaatst, worden deze materialen, als het nodig is, omgewisseld. Dit geldt bijvoorbeeld voor infuusvloeistoffen. Ondanks dat de werkwijze en protocollen zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd, kan het zijn dat sommige handelingen net wat anders uitgevoerd worden dan u gewend bent. In het Maastad ziekenhuis en Sint-Franciscus gasthuis heeft u twee vaste verpleegkundigen als aanspreekpunt. Zij begeleiden u en uw kind zoveel mogelijk. Eén van hen is ook aanwezig bij uw gesprekken met de neonatoloog. Het dagboekje waarmee u gewend bent te werken wordt ook in de andere ziekenhuizen gebruikt. Ook in het andere ziekenhuis wordt u maximaal betrokken bij de zorg voor uw kind. Als uw kind eraan toe is, kunnen we de ontwikkeling meer gaan stimuleren. De fysiotherapeut helpt uw kind bijvoorbeeld met ontspanningsoefeningen of bij het afleren van een voorkeurshouding. De logopedist kan uw kind leren steeds meer zelf te drinken. In de toekomst willen we de samenwerking binnen het Neonataal Centrum Rotterdam uitbreiden naar andere post-ICHC ziekenhuizen in de regio. Daarmee willen we de afstemming van de neonatale zorg nog beter maken, zodat uw kind de beste zorg krijgt.